We mogen niet vergeten. Vergeten wat hier gebeurd is in de periode 40-45, de slachtoffers. En gelijktijdig bedenken dat elke dag nog steeds iets gebeurt in de wereld. Wij moeten nog ongeveer 50 leggen. We hopen in 2025 daarmee klaar te zijn, 80 jaar na de bevrijding. In de jaren 60 heeft Günter Demnig, een Duitse kunstenaar, wiens vader nazi-officier is geweest, gezegd: ik wil excuus maken daarvoor. En heeft toen bedacht een kunstwerk door alle slachtoffers een gedenksteen te geven. In heel Europa. Intussen liggen er dus zo'n kleine 100.000 stolpersteinen in Europa. Van in 5.000 à 6.000 in Nederland. En van 205 in Almelo. Günter heeft gezegd: ik ben pas klaar als elke slachtoffer een steen heeft gekregen, een gedenksteen. Want je bent pas vergeten als je naam is vergeten. En op de steen staat de naam van degene die dus vermoord is. Deze mensen hebben er niet om gevraagd, die zijn vermoord. Het waren gewoon Almeloze burgers. Die in de straat wonen naast andere Almeloers. En die zijn vermoord alleen omdat ze toevallig Jood waren. En dat is iets wat afgrijzelijk is. Als je wordt vermoord om hetgeen, niet wie je bent, maar wat je bent. Besef elke dag weer wat het betekent om als burger slachtoffer te zijn. Ook in nu dus, met Israël en in de Palestijnse gebieden. Ja, mensen worden vermoord. En dat is iets wat me ook bezighoudt, elke dag weer. Een dubbel gevoel moet je enerzijds je vaderland, je thuisland, de Joodse staat, heeft een functie gekregen, je toch een plaats weer naartoe kunt gaan. Als alles misgaat, ga je tijdig. Ook dat Israël ook fouten maakt. En fouten heeft gemaakt. Maar het is gerechtvaardigd niet wat Hamas gedaan heeft met die grote overval van de week en het vermoorden van onschuldige mensen. Dat rechtvaardigt het nooit. Ik hoor nu weer, ook op de media, dat Joodse mensen worden nu weer bedreigd, zeg maar, of voelen zich bedreigd door wat gebeurt in Israël. En dat antisemitisme is iets wat al even bestaat. Maar het raar is dan, er woonden in Nederland nog 30.000 Joden. En een aantal daarvan is nog belijdend, de rest is gewoon toevallig van oorsprong Jood. En toch bestaat nog steeds antisemitisme. Er zijn haast geen Joden meer. En ook in Almelo niet. De Joodse gemeenschap in Almelo bestaat uit 5-6 gezinnen nog. En ook de synagoge is gesloten. En mensen moeten nu naar Enschede toe als ze in dienst willen bijwonen. En het probleem met de Joodse religie is, je moet 10 volwassen mannen hebben om een dienst te kunnen houden. Minyan heet dat officieel. Nou, dat haal je haast niet meer. Zeker niet meer in Almelo.